Ik heb gekozen voor Jon Kalman Stefansson. Hij is een IJslandse schrijver. Hij schrijft ongelooflijk. Altijd over IJsland. Daar spelen zijn verhalen zich af. Knetter in de sterren. Het gaat zo over een jongetje. En die heeft een stiefmoeder. Ineens heeft hij een nieuwe stiefmoeder. En hoe hij dat beschrijft. Het is echt ongelooflijk hoe dat Stefansson in de huid van die 9-jarige jongen is kunnen kruipen. Die door spel, door fantasie, dat moet zien te boven te komen, van ineens een stiefmoeder te hebben. Maar dan gebeurt er natuurlijk ook nog vrij veel in het IJsland, met zijn ruige landschappen. Je ziet het al dat ik daar echt weg van ben, van zo'n schrijver. Vooral zo die poëtische taal, alhoewel het gewoon geschreven is, het is zo'n doorlopende tekst. Het is geen poëziebundel of zo, hè. Maar je zult zien, vanaf de eerste lijn tot op het einde, is het zo geschreven in een gedragen stijl, waarin dat je in meegesleurd wordt. Zelfs dat dat IJsland is, als je niks van IJsland weet, hij beschrijft dan heel goed hoe dat de landschappen eruit zien, hoe dat de mensen zijn. Je kunt alles van hem lezen, alles is echt even goed.